Goedemorgen. Ik hoop dat u erg goed wilt letten vandaag op hier deze, bijvoorbeeld waar ik voor sta, maar op alle muren die we laten zien. Die hebben we volgehangen met zulke prachtige en vooral ook leuke kunst. En ook nog zeer betaalbaar. En gemaakt, geloof ik, door de leukste kunstenaars van Nederland. Die komen er straks over vertellen, dus blijf bij ons. Maar let daar vooral een beetje op als u wilt. Ja, verder laten we u zien hoe je leuke cadeaus kunt maken. Misschien een leuk idee voor de Sinterklaas of Kerst. We hebben een metamorfose, weekendtips. En we hebben natuurlijk, Hans zei het net al, 3300 gulden in kas in het boodschappenspel. En we hebben een koffiegast. Ja, en die koffiegast had een wieg die, zoals bij heel veel mensen die later zijn gaan zingen of muziek zijn gemaakt, stond in een heel groot gezin waar ook zo'n beetje iedereen gezin maakte. Muziek maakte desalniettemin. Toen ze 17 jaar was, maakte ze nog niet beroepshalve muziek, maar verkocht ze vis in de viswinkel van haar vader. Maar toen werd ze gevraagd om zangeres te worden bij BZN. En toen veranderde alles. Na vele jaren van hits met de groep ging ze solo, zoals dat heet, en scoorde de volgende serie hits. En vandaag drinkt ze hier haar koffie. En die drinkt ze met melk en een klein beetje suiker. Annie Schilder. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar is de koffie. Lekker. En wat erbij hoort. En daarbij hoort bij ons ook de quickies. Oh. Oh. Weet je niet wat de quickies zijn? Ja, toch? Korte zinnetjes die jij moet afmaken. Oh. Nou, let op. De eerste keer dat ik op straat herkend werd, dacht ik... Wat gebeurt me nu? Help. Moeder helpen, want moeder was erbij. Wie heeft vanmorgen de krant gelezen? Nou, ik heb hem net even vluchtig doorgelezen. Dan moet ik zeker zeggen... Is er iets opgevallen in de krant? Over die goudvissen. Dat ze hadden jongeren hadden goudvissen doorgesneden of zo. En jakkers. Ja, daar hou ik ook niet van. Nee. Nee. Vis mag je wel snijden, maar dan in de viswinkel, hè? Nee, ik vind dat niet normaal. Ja. Absoluut niet. Ze krijgen me pas uit Volendam als... Moet ik heel snel antwoorden? Nou, een beetje. Als er op Volendam helemaal niks meer te beleven is. Ja. Het mooiste lied dat ik ooit zong was... You are my hero. Ja. Ja. En tenslotte, ik denk dat mannen voor mij vallen omdat... Niet ongemakkelijk zitten. Ja. Om mijn uitstraling, zegt ze wel eens. Ja. Zal wel zo zijn. Ja. Ik ga je rapport met je doornemen. Ja, je wordt weinig bespaard vandaag. Je mag nog een slok koffie even, hoor. Nou, je zult hem nodig hebben. Wacht maar even. Wat heb je voor sympathiek gescoord? Sympathiek? Ja, weet ik niet. Gok eens. 8 of zo. Ja, 8. Sportief? 8. 6. Een 6. Doe je wel een sport? Ik doe zoveel sporten. Welke? Ik doe yoga, ik doe een soort aerobic. Ik ben erg sportief. Ja, nou, dat weten we dan nu. Gevoel voor humor? 8. 7. Sexy? 8. 8. Zijn ze vol vertrouwen? Romantisch? Ik weet eigenlijk nooit precies wat romantisch is. Nou, dat is... Soms een 4 en 10 huilen is zo. Huilen bij genoeg violen en dat soort dingen. Wat zijn een 7 gemiddeld. Ja, die heb je ook. Die heb je ook. Succesvol. Laag, hoor. Succesvol. 8. Die is hoog. En heb ik er nog 1. Eerlijk? 8. 9. Nou, wil je nu een slok koffie? Nou, wacht even, je hebt het nog niet gehad. Oh, want er komen nog meer. Er komt nog meer. De meningen van de kijkers. Luister maar. Ja, ook nog. Oeh. Ik vind Annie Schilder een spontane en vriendelijke vrouw met een mooie stem. Ze is vreselijk aardig voor haar fans. Een kei van een artieste. Zeer spontaan, maar ze wordt alleen ondergewaardeerd. Een stem vol kleur en pracht. Annie Schilder is voor mij gewoon de beste zangeres van Nederland. Een hele sympathieke meid. Super de beste. De beste van allemaal. Binnenkort gaat ze ook nummer 1 staan. Dankjewel. Ja. Nou, nu nog snel uw vragen. Wij hebben een lijst vragen, maar die van u hebben altijd voorrang. U kunt ze nu doorbellen en dan krijgen wij ze heel snel in de uitzending op 06-300-444. En voor één van u met de meest oorspronkelijke vragen is er de koffietijdtaart. Het is echt toevallig, maar vandaag staat vis op het menu bij Raya. Niet vis zo plat op het bord, maar in het pakketje. Hoe dat helemaal precies in elkaar zit, dat vertelt ze zo dadelijk zelf. Deze maaltijd voor het hele gezin kost 12 gulden.
She cared for the lost and the lonely. Heaven on earth for them only. Je wilde het liefst wegkruipen, geloof ik. Hè? Waarom is dat zo erg om jezelf van een paar jaar geleden te zien? Oh, ik vind het verschrikkelijk. Maar wat vind je dan verschrikkelijk eraan? Ja, in je haar zitten? Bollenkop en zo. Zo jong, dat kindvlees allemaal. Daar ben je toch vanaf nu? Ja, gelukkig wel. Zeg, jij zei daarnet bij die quickies dat je pas uit Volendam weg zou gaan als er helemaal niks meer te beleven was. Dan gaat nooit iemand die in Volendam geboren is daar weg. Wat is daar toch allemaal te beleven? Nou, dat is dus niet helemaal waar. Hè. Er gaan ook mensen weg, heel weinig. Nou, ik hoorde van de week Piet Veerman op de radio, die zei ook, ik uit Volendam weg, nooit. Ja, maar ja, je kan nooit zeggen. Nee, maar wat is er zo bijzonder aan Volendam, behalve dat het mooi is? Nou, weet je, wij hebben hele grote families en wij zijn toch wel een beetje aanhankelijk allemaal, weet je. We zien elkaar toch wel minstens 2-3 keer in de week. En ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is. Ja. En het is gewoon altijd gezellig in Volendam. We zagen er net in dat hartje je moeder zitten, hè? Ja. Is dat vaker dat ze meegaat als je ergens moet zingen? Bij live optredens, als ik mooie optredens heb met de band en zo, dan gaat ze mee. Ja, dan vindt ze niet te hard en zo. Nee, vindt ze prachtig. Ja? Staat ze te dansen. Je zei het net al, we hebben allemaal grote gezinnen in Volendam. Jij sliep met je 6 broertjes en zusjes op 1 kamer, hè? Vroeger. Ja, wij sliepen met 6 op 1 kamer, dat klopt. Was dat keten of vond je dat maar niks? Af en toe heel erg. Ja? Maar wel heel gezellig. Ja. Is er nou in Volendam, als het ineens heel slecht weer is, ik moest er laatst aan denken door die afschuwelijke gebeurtenissen met de vissers uit Urk, is er dan meteen een soort angststemming? Staat iedereen bij de waterkant als het stormt? Nee. Nee? Maar dat zou vroeger dat wel weet. Zo geweest zijn. Vroeger wel, maar nu is dat niet meer. Nee, tenminste, niet dat ik weet. Nee. Voordat iedereen nou denkt dat jij alleen maar, als ik het er alleen maar over heb, kun jij het ook alleen maar over hebben, alleen maar met Volendam bezig bent. Je gaat ook wel eens naar de film. En deze film had je wel niet mee willen doen, hè? Ja. Did you see how polite he is? She's been sweet. Thelma? What? Fill her up. Sure wish we could have brought him with us. What Daryl have to say? Oh, he said, okay, Thelma, I just wanted to make sure you was all right. I sure hope you're having fun. You deserve it after all you put up with me. I love you, honey. Dat is een film zoals ze van mannen eigenlijk heel veel gewend zijn. Dan is het heel gewoon. Maar nu is vrouwen die het heft in handen nemen en zich een beetje als mannen die van niks bang zijn en met geweren in het rond gaan gedragen. Waarom vind je dat zo leuk? Ja, nou, buiten het geweld om dan, wat die twee vrouwen dus plegen. Weet ik dus wel dat ik het ooit zelf nog eens ga doen. Gewoon met een paar meiden of met een paar vrienden, maakt niet uit. Dat je alles gewoon de auto instappen en dan gewoon doen wat jij wil. Absoluut. Ga ik ook doen. Ja? Ja. Heb je beloofd, hè, hier? Nee, maar dat doe ik. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd dat je hebt Nederlands gezongen, je hebt er ook succes mee gehad, dat je daar heel veel moeite mee had om daaraan te beginnen, omdat je het niet prettig vindt dat je een Volendams accent hebt. Ik hoor het nu best als je praat. Kun je er niet vanaf dan, als je het naai vindt? Ja, volgens mij niet. Ja, dan zou je echt intern op een cursus moeten of zo, dat denk ik. Maar je bent toch niet bang voor cursussen, want je doet een cursus psychologie en je doet je cursus middenstandsdiploma. Je bent een studerend vrouwtje, hè? Ja, ik hou wel van leren, maar ik vind, ik kom uit Volendam, ik schaam me er niet voor. Nee, maar zo bedoel ik het ook allerminst. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik vind als wij Volendammers hier zitten en wij hebben een accent, of iemand uit Limburg zit hier, die heeft ook een accent, daar zeggen ze niks van. Maar als wij praten, dan zeggen ze van, nou, je komt wel horen waar je vandaan kwam. Maar ik vind het nu goed.
Ja hoor, wij zijn maar trots op. Zeg, al die buitenlanders, hè, die altijd naar Volendam komen. Er is er één die jij daar graag tegen zou komen, hè? Op de dijk, het liefst. Wie? Sting. Sting op de dijk. Ja. En dan? Dan ga ik een tandem huren. Wat bewerkelijk allemaal. Nee, leuk. Maar Sting is jouw absolute idool van Absoluut. Een leuke man? Ja. Duetje met hem zit er misschien ooit nog eens in? Nou, ik zou wel graag willen. Ja. Ik hoop dat hij het ook wil. Je weet maar nooit. We gaan straks verder praten. Bezig. Tijdens jouw lied daarnet hebben verschillende mensen gebeld. Twee heren heb ik hier daarvan. Eén uit Slootdorp en één uit Oorschot. Die vaststellen dat als ze je zo horen, je eigenlijk een typische stem hebt, wat dat ook mogen zijn, om kerstliedjes te zingen. De een wil weten of je ooit een kerstcd wil en gaat maken. Oh ja, dat zal ik in de toekomst nog wel eens gaan doen. En de andere wil weten of je hem dan niet wilt maken met alle bekende zingende Volendammers samen. Volendams kerstfeest. Nou, dat vind ik niet zo'n heel slecht idee. Nee, Sting is leuker, hè? Maar ja, je kan niet alles hebben. Nee. Nee. Nou, dat is heren Meidhuizer en Van Oevelen dus beloofd op een beetje langere termijn. We gaan er even uit voor de reclame. Daarna hebben we bijvoorbeeld 3300 gulden in het boodschappenspel. Dat wordt echt wel heel spannend langzamerhand. Een hele bijzondere metamorfose. En vooral hele bijzondere mensen waar u naar moet kijken die een winkel hebben en een atelier en een koffiehoek. En daar fantastisch in bezig zijn. Allemaal straks. Tot zo. Over een klein kwartiertje weten we of er 3300 gulden uitgaat in het boodschappenspel. Verder gaan we standelijke gehandicapten praten over hun werk in Utrecht, over hun kunst, over hun werk in de koffiehoek of in de winkel. We hebben natuurlijk vragen voor Annie Schilder, maar... We gaan zoals iedere vrijdag allereerst kussen. Ja, de Blistex Nationale Kuswedstrijd. Ik dacht, want we zijn een paar weken bezig. Nou, we hebben alles, en het is nogal wat geweest, op creatief gebied dat je kunt bedenken als twee mensen of twee dieren of een mens en een dier een kus uitwisselen wel gezien. Maar u bent weer zeer creatief geweest en u heeft ook heel goed gehoor gegeven aan onze oproep om iets in Sinterklaasfeer misschien wel eens te doen. Hier komt wat we selecteerden uit de inzendingen van deze week. Yes! You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Het waren ze lang niet allemaal, maar deze heeft de jury voor deze week geselecteerd en er één uitgekozen als de beste van de week. Annie, wil jij hem bekendmaken? Zit in deze envelop. Oh ja, ja. Reuze geroffel. mevrouw M. Hofland uit Den Bosch. En mevrouw Hofland, de jury heeft deze nou vooral is uitgekozen. En ze willen graag dat ik u dat zeg, omdat die tederheid, en dat verwacht je toch van een kus, uitdrukt. Maar dat het zo bijzonder is dat je op deze foto kunt zien dat een kus ook van één kant kan komen. Dus niet meteen als kus beantwoord wordt. En dan toch alles uitdrukt wat een kus moet uitdrukken. U bent de winnaar van de week. En dat betekent dat u het fotolijstje met uw foto krijgt en de dinerbon. En dat u ook in de race blijft om de... landelijke winnaar te worden, maar dat weten we pas op Valentijndag in februari. Dan zijn alle weekwinnaars hier in de studio en dan wordt de landelijke bekendgemaakt die de grote internationale cruise wint. Zo, dat was dat. Volgende week gaan we verder daarmee. Ze kunnen ook nog wel weer insturen. Oh ja, ja, ja. Ik was zo blij dat ik u al blij had gemaakt dat u mee mag blijven. U kunt gewoon natuurlijk mee, u moet gewoon mee blijven doen, hè, met volgende week. Stuurt u uw foto naar Koffietijd, postbus 15017 1200 TV in Hilversum. Zet u wel achterop de foto uw naam, uw adres en uw telefoonnummer. En er moet wel gekust worden dus op die foto. Nou mag jij echt. Nou mag ik echt, want we gaan beginnen met de vragen voor Arnie. Arnie, mevrouw van der Singel uit Nieuwekerk.
Die vraagt, ja, je bent zo slank geworden, zegt, slik je nog steeds van die pillen? Absoluut. Nog steeds nodig? Nou, soms wel. Ik heb wel eens van die dagen dat ik gewoon alles opeet wat in mijn buurt komt. En dan daarna heb ik weer spijt. Goed, nou. De familie De Graaf uit Wolvenga wil graag weten of je een speciale bedoeling had met het liedje dat je geschreven hebt, My Life Will Never Be The Same. Het heeft die familie namelijk door een hele moeilijke periode heen geholpen. My Life? Heb je het wel? My Life Will Never Be The Same staat hier. Ja, dat heb ik wel eens opgenomen, maar dat heb ik niet zelf geschreven hoor. Nee, nee. Maar ook niet gezegd tegen de tekstschrijver, het moet daar en daar over gaan. Nee, het is gewoon een cover. Ja. Nou, familie De Graaf, dat is dus het antwoord. Het heeft u geholpen en dat is prettig, maar ja. Zij heeft het zelf niet bedacht. Waarschijnlijk een hele mooie uitvoering geweest. Hè? Waarschijnlijk van jou waarschijnlijk, ja. Mevrouw Scholten uit Zaandam vraagt, je bent voor specials vaak in het buitenland geweest. Onder andere met BZN. Welk land vond je het mooist? Welk land heeft de meeste indruk achtergelaten bij je? Nou, het mooiste land waar ik ooit geweest ben, het is Schotland. En ik denk dat ik daar ook zeker nog een keer naar terug ga. Ja. Ja. Wat trof je in Schotland het meest? Wat vond je het mooiste? De sfeer. De sfeer van het land. Heel mooi. Prachtig. Mooie natuur. Nou. Ja. Mevrouw De Leeuw uit Hello heeft zich geërgerd dat laatst bij een jubileumprogramma van BZN jij helemaal niet genoemd werd. Hoe heb je daar zelf op gereageerd? Dat weet ik niet. Ik heb waarschijnlijk niet gehoord of zo. Het is je hem niet opgevallen dat je niet genoemd werd? Denk het niet. Nee. Het is ook wat wonderlijk hè, als je een jubileumprogramma over BZN maakt en jij zou er niet in voorkomen. Eigenlijk hoor ik daar dan wel in. Ja. Vind ik niet leuk, BZN. Nee. Nou, er komen toch veel vragen over BZN binnen hoor. Want mevrouw Verhagen uit Rotterdam vraagt, heb je diep in je hart geen spijt dat je BZN hebt opgegeven? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. En klopt het, zal ik maar meteen even doorgaan, met deze vraag heeft ook met BZN te maken. Hans Elise Wildenberg uit Den Bosch, klopt het dat je destijds voor je dochter gestopt bent bij BZN? Absoluut, ja. Ja? Ja. Je wilde gewoon wat meer tijd aan haar besteden. Rosa Bruinsma uit Berlikum hoorde dat ik bij de introductie over jou vertelde dat je ooit in de viswinkel van je vader hebt gewerkt. Daarna zei ik dat je je middenstandsdiploma aan het halen bent. Of je weer een viswinkeltje opent, wil ze weten. Nou, ik denk niet dat ik nog in de vis ga. En ik weet überhaupt niet of ik wel ooit zelf een zaak begin. Maar ik wil het papiertje gewoon halen. Ik vind het leuk. Miranda van der Heuvel uit Zwijndrecht vraagt, waarom draag je gepermanent haar? Vind je het stijlen niet meer leuk? Nou, mijn haar vind ik stijl niet zo leuk. En heel moeilijk om zelf iets aan te doen. Dus ik doe er een hele lichte permanent in en vind ik het zo makkelijk. Ja. Dus. De gouden vraag is de vraag die mevrouw Bos uit Schravenland stelt. Heb jij, vraagt ze, als alleenstaande moeder wel eens het idee dat je daardoor te maken hebt met vooroordelen en zo ja, hoe ga je daarmee om? Ik vind het een beetje, hier moet ik even over nadenken. Mag. Vooroordelen. Ja, weet je, er zijn natuurlijk wel mensen die vaak zeggen van, je moet eens een leuke man zoeken, weet je wel. Dat heb je dus wel, en voor je kind, maar dan denk ik van ja. Dan zie ik wel eens ook huwelijken waar ik van denk van, nou, laat mij maar gewoon alleen, weet je wel. Verder bedoel ik daar helemaal niks mee. Nee, en mocht Sting nou toevallig toch langskomen, is het weer wat anders. Dan heb ik weer een ander probleem. Ja. Goed, nou, mevrouw Bos, hoe dan ook, we hebben de gouden vraag gemaakt en dat betekent dat de koffietijdtaart maandag bij u is. Koffie, koffie. Het is altijd leuk om naar een museum te gaan en daar een tentoonstelling te gaan bekijken. Nou, we hebben voor u dit weekend twee tentoonstellingen geselecteerd die allebei in Leiden plaatsvinden. Zeg, wat ik zo leuk vind, van als je gaat winkelen en dan wil je even nadenken, koop ik het nou wel en koop ik het nou niet? Dan ga je even een kopje koffie drinken om erover na te denken. En dan kom je dus in hun koffiehoek, want ze hebben er alles. En daar is Nettie. Ja. Heb jij daar een opleiding voor gehad om daar te werken? Ja, ook op Switch. Ja, wat heb je daar allemaal geleerd? Daar hebben we geleerd hoe we met klanten om moeten gaan, met bedienen en met de koffiezetapparaat, hoe je daarmee om moet gaan. Mag ik eens bij jou in de leer, want ik kan hier nooit koffie neerzetten zonder alles op het schoteltje te morsen. Gebeurt dat jou niet? Nou ja, het gebeurt wel eens, maar nu moet je meteen natuurlijk weer zo gauw mogelijk. Ja. En in een koffiehoek hoort bij de koffie ook gebak natuurlijk, dat hebben jullie ook. En vergis je wel eens dat iemand appeltijd vraagt en je brengt wat anders? Nee, ik heb nog nooit een vergissing gemaakt. Nee? Nee. En dan wat Gijs ook al vertelde in de winkel, dan moet je de kassa opmaken. Die moet kloppen s'avonds, dat is een heel gedoe, hè? Ja.
Maar dat lukt altijd wel. Dat is heel wat werk. Ja, dat lukt wel. Dat is heel wat werk, ja. En als nou iemand wil weten van bijvoorbeeld zo'n kunstwerk, vraag ik even aan jou, Gijs. Wie dat gemaakt heeft. Je wil vaak wel eens iets weten van de kunstenaar. Jij kent ze, ze zitten nou hiernaast je. Ga je daar wat van ze vertellen? Of haal je ze er wel eens bij? Ik zie Rutte al helemaal knikken. Daarbij halen, dat kan er helaas niet. Want ja, je kan, ze zijn daar heel druk bezig. Hè? Het volgende spullen, of zonder volgende klaar te maken. Ja, natuurlijk. Maar je vertelde wat over. En ja, we hebben ook een boek. En dat, waar de kunstenaars ook in staan. Dus dat kan je laten zien dan? Ja, en dat laat je zien. Ja. En dan... Nou lijkt het allemaal heel mooi, hè? Dat is wat jullie doen. Het is waarschijnlijk heel erg gezellig, maar jullie hebben toch ook wel eens ruzie? Nee, Rut, maak je nooit ruzie? Nou, dat... En Dirk, maak je ook nooit ruzie? Een klein beetje af en toe. Ik moet niet aan de klant laten merken, hoor. Oh, dan mag je de klant laten merken. Nee, want je moet altijd aardig voor ze blijven. Zou je het niet heel leuk vinden als iemand als Annie bijvoorbeeld? Dat zou wel erg mooi zijn. Ja. Hey, leuk dat je er was. En heb een mooie Sinterklaas met je dochter. Nou, het is te hopen. Zal natuurlijk gebeurt dat. Dank je wel. Dag. Als u iets te vragen heeft naar aanleiding van deze uitzending, je kunt ons altijd schrijven. Koffietijd, postbus 15017, 1200 TV in Hilversum. En schrijft u op de envelop dan wel even waar u een vraag over heeft. Kijkt u anders even op RTL Textpagina 477. Maandag is het dan wel Sinterklaas, maar u moet natuurlijk wel van 10 tot 11 nog even de tijd nemen om naar ons te kijken. En u zult er geen spijt van hebben. We hebben een fantastisch zingend duo uit Italië, heel populair daar. Dat zo zingt zoals het alleen maar daar kunnen, tranen in je ogen. Verder hebben we het over bijtwonden, we zullen ze niet toebrengen, dat beloof ik. En onze koffiegast maandag is, nee, niet Sinterklaas, die heeft daar geen tijd voor. Maar wel een andere goed heilig man, namelijk deze, Ralf Inbar. Uw mening over hem zien wij graag nu al tegemoet op telefoonnummer 06-300-466. En voor één van u levert het het koffietijdservies op. Tot maandag. Prettig weekend, tot maandag. Dag. Dag. Ja, gelijk.